De stichting 8 december 1982 en de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, OGV, hebben de decembermoorden vandaag, zoals vanouds, herdacht met een kranslegging in het Fort Zeelandia. De kranslegging vindt elk jaar plaats ter nagedachtenis aan de 15 mannen die op 8 december 1982 zijn geëxecuteerd. De uitnodiging van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld om de herdenking samen te doen is afgeslagen. De nabestaanden van de slachtoffers hebben ook het woord gevoerd tijdens de herdenking en geestelijken gingen voor in het gebed. Rode draad van de speeches was zoals voorgaande jaren nog steeds de zoektocht die de organisaties voeren naar rechtvaardigheid. Naar hun mening is die er na 34 jaar nog steeds niet. Het comité wilde graag met hen een pad van verzoening of gedenkwandeling afleggen dat zou gaan vanaf het decembermoordenmonument in het Fort Zeelandia naar het monument van de Binnenlandse Oorlog aan de waterkant. Echter werd per brief aan het comité voorgehouden dat het herdenken van geliefden een hoogst persoonlijke en emotionele kwestie is. Tussen de twee groepen hoeft er geen samenwerking te bestaan, zegt Sunil Umrao Singh, voorzitter van de stichting 8 december 1982. De stichting 8 december is al jaren bezig. In principe naast de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, die als eerste het initiatief heeft genomen om de moorden op de 15 helden van Suriname te laten onderzoeken. Het punt is, en we zijn niet naïef in Suriname, we weten wat de achtergrond is van het comité waar u op doelt. En wij vinden dat op basis van onze moraliteit, op basis van onze oprechtheid naar de nabestaanden toe, wij niet kunnen werken met mensen die aan tafel zitten, die door niet mij of door de stichting, maar door het Openbaar Ministerie zijn aangemerkt als verdachten van moord. Wij eten niet met zulke mensen. Sunil Umrao Singh, voorzitter van de stichting 8 december 1982. Deze stichting en de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, OGV, hebben de decembermoorden vandaag zoals vanouds herdacht met een kranslegging in het Fort Zeelandia. De uitnodiging van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld om het samen te doen is afgeslagen. Stichting 8 december 1982 en de OGV distantiëren zich van de activiteiten van het comité.